deze week in het Omroep Eva Weekjournaal. Humanitas organiseert samen met Jumbo een kerstdiner in het buurthuis De Nieuwe Sleutel. Op het Eemplein wordt volop geschaatst. Vuurwerkgigant schenkt geld aan kansarme kinderen. En kerstwensen vanuit Amersfoort. In buurthuis De Nieuwe Sleutel organiseerde Humanitas samen met Jumbo een kerstdiner. Er werd gevraagd of wij het Jumbo kerstdiner wilden organiseren. Nou, dat hebben we gedaan en hebben we voor 20 mensen, want je kon aangeven voor hoeveel mensen je dat wilde gaan doen. Dus in eerste instantie hebben we dat voor 20 mensen gedaan, georganiseerd. En die hebben we vooral uitgenodigd van vriendschappelijk huisbezoek. En dat is voor mensen zeg maar, die eenzaam zijn, die één keer in de 14 dagen een bezoekje krijgen van een vrijwilliger die wat met ze gaan doen. Of een boodschapje of een gezellig praatje of ja, iets anders. En ook de mensen van ons rouwproject. Dus die mensen zijn ook indirect ook best nog wel eenzaam en verdrietig en die zijn hier ook aanwezig. En we hebben ook zeg maar, van het thuisadministratieproject, dus de mensen die echt wel in financiële... Die niet zoveel te besteden hebben gewoon. Ja. We hadden hoofdzaak, we hadden eerst 20, maar er hebben wat mensen afgezegd omdat ze ook wel ziek zijn. En ja, dus deze tijd van het jaar, daar ontkom je niet helemaal aan. Maar ik denk dat we een groepje hebben van 1 of 22 mensen bij elkaar. We hebben bospaddenstoelensoep en we hebben toastjes met tampenade vooraf. En er is spaghetti met verschillende soorten vleessaus volgens mij. Zalm en met, dat weet ik niet, de rest... Ik zou even moeten kijken. En we hebben als dessert iets met mascarpone en dat soort dingen. Dus het is wel goed verzorgd door de Jumbo. En het is zo leuk dat de Jumbo het ook doet. Want de Jumbo doet het echt voor de inwoners van Amersfoort. Ze hebben ook extra gesponsord met drank en dat soort dingen. Ja. Op het Eemplein kon iedereen zijn schaatsen aantrekken. Het is het derde jaar dat we proberen de ijsbaan hier in Amersfoort te doen. En het is heel erg lastig om te kunnen inschatten hoe je dat financieel gaat regelen. Of hoe je of alle kosten en de baten zeg maar, gelijk zijn. We hoeven er echt geen winst op te maken. We zijn allemaal, we doen het heel veel vrijwillig. Er zijn een aantal professionals die wel van de zijkant of in het bestuur meesturen. Maar die vragen ook niet de hoofdprijs. Omdat we gewoon een leuk evenement en iets leuks voor Amersfoort willen. Daar vragen we ook heel veel hulp van Amersfoort bij. We hebben een aantal bedrijven die ons sponsoren bijvoorbeeld. Maar we hebben ook particulieren die ijsfan worden. Dus die kopen voor adopteren eigenlijk voor €25 een vierkante meter ijs. Daar hebben we een groot bord voor hangen. En daar zijn we ook afhankelijk van. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe we dit jaar afsluiten. Of we het volgend jaar weer gaan doen. Maar ik moet wel zeggen dat we veel meer schaatsers hebben als de afgelopen paar jaar. Dus het ziet er heel rooskleurig uit. De ijsbaan in Amersfoort staat hier vanaf 27 november tot en met 3 januari in 2016. Dan is de kerstvakantie een beetje voorbij en dan gaan we daarna gewoon lekker afbouwen. Dus dan zijn we er nog een weekje, maken we nog een weekje heen voor de buurt. Maar dan is het voor ons eigenlijk al gedaan en een beetje gedaan met de gezelligheid. Want het is hier wel heel erg gezellig zo op zo'n dag. We hebben iedere zondag eigenlijk live muziek met een big band of met zangeres en zangeressen met een orkest of een band erachter. Het is allemaal hartstikke gezellig. We hebben voor de kerstvakantie een ijshockeytoernooi gehad. Je kan bij ons komen curlen, maar vooral ook lekker komen schaatsen. En het is nu wel een beetje nat, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is heel erg warm, zoals iedereen wel merkt, denk ik. Dat heeft een beetje al nadelige gevolgen voor het ijs. Dus het is een beetje nat, maar we houden het goed vol. Beter dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren waren we natuurlijk niet overdekt. Het scheelt een heleboel. Nu als het regent of als de zon schijnt, maakt het allemaal niet uit. Het is gewoon lekker weer hier. En het is hier best wel koud uiteindelijk toch nog. We hebben iedere dag tussen de 500 en de 600 schaatsers tot nu toe. In de vakantie is dat heel erg druk natuurlijk. Afgelopen zondag hadden we ons hoogtepunt met 650 schaatsers. En daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. Soms zijn echt alle schaatsen op. Dan heb je wel alleen maar nog maar maat 47 in de kast staan. En dan, nou ja, als iemand daarmee komt zijn we heel blij, want dan zijn die ook weg. Maar het is gewoon heel erg druk en heel erg gezellig. En de chocomo gaat goed, de slagom gaat altijd op. En het is wel heel leuk. Vuurwerkgigant schenkt geld aan kansarme kinderen. Nou,
Mijn naam is Stephanie van Buren en ik ben de oprichter van Stichting Kansarme Kinderen in Nederland. Mijn naam is Nicolette Reutscheid. Ik verkoop nu samen met mijn man ongeveer 12 jaar vuurwerk hier in Amersfoort. Wij hebben 10 jaar op de Kamp vuurwerk verkocht en nu zijn wij sinds 2 jaar hebben wij een zaak op Kalfveen in Amersfoort. Kansarme Kinderen in Nederland helpt kinderen die in Nederland wonen die onder de armoedegrens leven. Het initiatief is dat er helaas heel veel armoede bestaat in Nederland, waaronder al bijna 400.000 kinderen. Alleen door de grote taboe weten mensen dat nog niet helemaal en willen mensen dat nog niet bekendmaken. En daarvoor zijn wij eigenlijk, om hen te helpen, vooral de kinderen. Nou, wij delen vuurwerk uit aan de gezinnen die bij ons aangemeld zijn. Onder andere doen wij ook de voedselpakketten en daar doen wij de vuurwerk dan bij. En dan vertellen wij waar het vandaan komt en wat ze ermee allemaal kunnen. Kinderen moeten altijd onder begeleiding van een volwassene vuurwerk afsteken. Wij adviseren altijd om aansteeklonten te gebruiken. En wij verkopen kinderbrillen. En dat is eigenlijk ook wel het advies dat kinderen, maar ook de wat oudere kinderen en de volwassenen een veiligheidsbril opzetten met het afsteken van vuurwerk. Dit om oogletsel te voorkomen. Wij willen heel graag het vuurwerk schenken aan de stichting, omdat wij het ook belangrijk vinden dat de kinderen die het iets minder hebben in Nederland daar toch van het feest van mee kunnen genieten. En wij vinden het een heel erg belangrijk initiatief en we zijn super blij met de mensen die dat allemaal voor elkaar krijgen. Amersfoort wenst u de beste wensen voor kerst. Fijne feestdagen, mama. Aan heel Nederland, gelukkig nieuwjaar en fijne feestdagen. Ik wens iedereen voor het jaar 2016 een goed, een gelukkig en vooral een gezond jaar toe. Fijne feestdagen! Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. Een heel fijn kerstdagen wensen en een heel gelukkig nieuwjaar. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik wens iedereen een fijne feestdag en een gelukkig nieuwjaar. Fijne feestdagen, gelukkig nieuwjaar. Oh.